Goedemorgen, ik heb een hele toffe gast mee. Degene die iets ouder zijn en die de racerij helemaal mee hebben gemaakt en gevolgd, die zullen hem ongetwijfeld kennen. Tom Coronel. Ja, yep, niet Tim, klopt, heel duidelijk. Tom, ja, de tweeling. We gaan er een superleuke dag van maken. Vandaag geen knippie. Dat was wel de bedoeling. Niet moet je uurtje? Om 4 uur weer thuis zijn? Nou, we beginnen al om 4 uur straks. Ja. Ja, precies. Nou, we gaan er gewoon een hele dikke dag van maken. We gaan ook meteen naar de Duitse grens. Dus even lekker kilometers erop zetten en dan vanuit daar weer een rondje doen. En je weet dat je schoenen uit moet doen. Waarom dat dan? Er komen geen schoenen in de auto. Echt niet? Nee. En nu dan? Ik ga het je laten zien. Een keer voordoen, of niet? Wat? Hoe dat werkt. Wat? Schoenen uit. Ik kan mijn schoenen wel uit doen. Ja, maar hoe je... Nee, maar hoe... Als ik 3 ben, lukt ja. Dat al, hoor. Nee. Nou, wij zijn lekker onderweg. We zijn ondertussen rijden we op de A1 net voorbij Apeldoorn richting Denenkamp. Het is grensgebied. We gaan dus op de grens gaan we lossen. 8 pellets met koffie. Moet met de laadklep, want het is gewoon bij een supermarkt. Ja, ja. Hoe vind je het ondertussen in de mist? Het klaarde wat op eigenlijk. En nou wordt het ineens weer pittig mistig. Het is wel spannend natuurlijk. Heel vroeg beginnen. Dat vond ik al een dingetje. En dan vervolgens rij je langs je eigen huis. Ja, ja, langs daar heen. Dus dat je 3 uur kunnen schelen. Maar als je dan toch een dag meegaat, nee. Dan maar echt de hele dag mee. Nee, dat scheelt geen 3 uur, want dan heb ik dit niet in het echt meegemaakt. Nee. Weet je, ik wil vanaf de start beginnen, helemaal naar de finish. Dus ik ga gewoon de hele dag mee. Ja, het motto is wat je net al zei, als je iets doet. Ja, dan moet je het goed doen. Ja, dan moet je het goed doen. Ja. Ik wil het echt meemaken. Omdat het vooral met een elektrische pompwagen niet heel veilig is. Zo niet? Met mij aan het stuur altijd? Nou ja, jij hebt geen veiligheidsschoenen. Oh, zo. Krijg je van Red Brick en van Schitterond. We hebben even bij de kinderafdeling gekeken, maat 39. Fuck you. Oh, dan ben jij er ook op, joh. Jazeker. Kijk eens aan. Ik heb mijn eigen werkschoenen. Die van Coronel zijn niet bang, hoor. Huh? Ze zijn niet bang. Staat hij er goed op? Nee. Zakken? Nee. Sorry. Sturen met zo'n ding, dat is voor mij nog even nieuw. Ja, gaat goed. De klein stukje vooruit nog. Hij zakt er wel. Ja, top. Ja. Nou, Tom is hartstikke lekker bezig. Ik ga zo ook standkacheltje weer aanzetten in de cabine zitten. Ik hoor wel wanneer die klaar is. Volgende. We lossen dus koffie. We staan in Denenkamp. Echt letterlijk op de grens. Nederland-Duitsland. Straks gaan we terug naar Oldenzaal en Hengelo. Zelfs mondkapjes lossen. Maar we gaan eerst zorgen dat die nu nog 6 pallets koffie eruit gaan. Lege euro's mee. Ademwagen weer aanpikken. Dan gaan we naar Oldenzaal. Dan zijn we bijna bij de volgende klant en je had er best wel een zootje van gemaakt. Hey. Zo dan? Ik zag heel veel troepen jou aan die kant leggen, dus dat kunnen we zo heel mooi even wegspuiten. Ik denk, nou heb je je bril op, dan heb je niet even die droge ogen. Is het mooi, hè? Hebben ze gewoon een luchtspuit in de cabine geïntegreerd. Ja. Om puur voor alles eruit te blazen. Gewoon schoonmaken, stop. Ja, maar dan zou ik ook de deur open doen, want nu ben je het alleen maar aan het circuleren. Ja. Dan heb je ook al snel bekeken.
is hartstikke goed bezig. Hier achter ons zet hij het laatste pelletje er nog even in. Oh, oh. Foutje. Ik moet af en toe even een beetje zeggen of het een meterpellet is of 80 centimeter. Dat die pompwagen er wel niet te ver in gaat, zoals net gebeurde. Maar dat kan het beste gebeuren, dat zie je. Oude racer. In de boordcomputer staat ook alles aangegeven en ik had er een bon mee dat ik een retour mee moest nemen vanuit hier. Vanuit Oldenzaal. Kom het was vergeten het etiket erop te drukken. Ah, het bier is er niet minder lekker om hoor. Pijn in mijn wangen van het lachen. Ik heb zoveel plezier met Tom, joh. Het is niet normaal. De klant is het nog niet. Ik had een half van tevoren moeten bellen. Maar ja, vlogdag is vrij druk, alles regelen doen. Dus ik kom hier aan, ik sta het aan te bellen. Staat op de bon, half uur van tevoren bellen. Shit. Naar voren gelopen, aan de buren gevraagd of wij even mochten lossen. Ja, is goed, maar diegene die komt er zo aan. Zegt Tom, hey, ik rijd op de F-truck, man. Dus hij zit nu op de F-truck en ik sta in de auto. Komt hij weer. Deze mondkapjes heeft Tom gelost. Bijna een pelletje vergeten, maar hij is nog scherp hoor. Hij is nog scherp. Pellet achterop gezet voor de volgende klein pelletje. Blijft sowieso staan. We zijn klaar in Hengelo en we gaan op naar de volgende. En dan gaan we even kijken wat we moeten lossen. Tot zo. Ga mee. Enter, enter, enter. We zijn in Enter. Jam, jam. Tom die is net warm gedraaid op die andere heftruut. Er is hier niemand, of in ieder geval, ze zijn super druk met kerstpakketten. Ja. Ik ga de motorwagen even afkoppelen. Ik ben hier ook voor het eerst, dus ik wist niet zeker of ze een heftruck hadden. Zet ik hem hier neer. En dan gaat Tom weer knallen op de heftruck. Nou, inderdaad. Kom erop. Ready! Wij zitten een partij te genieten. Wij zijn eigenlijk blij dat we niet binnen mogen opeten. Want we zitten in het zonnetje. Helemaal top. Of niet dan? Niks mis. Echt goud, hè? Broodje bal. Nou ja, oh ja, ook om de clichés even dan. Als je dan toch mee bent, doe ik niet heel vaak. Maar we hebben vandaag gewoon een broodje bal gehaald met mayo. Lekker. We hebben net geladen in Deventer bij Davo. We hebben er 4 geladen. Alleen ik dacht dat ik 4 hoger zou krijgen. Dus ik had van tevoren, of net voor het laden, heb ik deze van de kant gezet. Allemaal aan de rechterkant. Wilde ik het bier aan de andere kant. Maar er zitten dus een paar lage en wat lichtere pelletjes tussen. Om niet het gevaar te krijgen dat ik op zijn kant zou kunnen gaan. Omdat ik hier 4 ton aan olie heb staan. En daar eigenlijk 1,5 ton aan leeggoed en aan bier. Zet ik er toch even eentje terug dat het meer in balans is. We rijden op de A1. We zijn onderweg naar Apeldoorn. We pakken zometeen de A50 omdat we aan die kant van Apeldoorn moeten zijn. Maar ik heb vanmorgen al mooie verhalen van je gehoord. En ik zal gelijk even, want ik weet dat jullie daarop gaan reageren, hoe de gordijnen bij Tom zitten. Dat komt en A door de gordel, want die komt van achter. Ik heb een draaibare stoel, dus die gaat eerst naar beneden. En dan weer er langs.
Dus dat is even niet anders. En een beetje aan de stoeien met de schoenen. Dus, ja. Ja, ik loop een beetje te klunsen. Neem hem voor lief. Ja, goed, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik weet dat jullie daar opmerkingen over gaan plaatsen. Dus die heb ik alvast even getackled. Maar vanmorgen vertelde je echt een. Ja, ik vind dat een waanzinnig verhaal. Dat jij met 12 jaar. Ja. Ja, niet goed, maar op dat moment nee, absoluut niet goed. Wist ik niet dat het echt fout was. Ik kom natuurlijk uit een racefamilie, dus het was voor mij heel normaal om met de auto te rijden. Maar toen in die tijd, weet je, er was minder op de weg en ik dacht dat het normaal was. Mijn broer die had een probleem met zijn auto, dus ja, in plaats van een sleepkabel ertussen, zei hij, joh, ik duw je even aan, rij van een blokje om. Ja, en toevallig werd ik toen opgepakt door de politie. Dat heb je dan niet door. En nee, ik reed best oké. Okay. Ik weet dat het allemaal niet mag. Ja, dat begrijp ik allemaal. Wat reed je toen af en toe al op het circuit? Ja, toch zeker? Ja, zeker. Ik reed al vanaf dat ik 10 jaar oud ben, rijd ik al met auto's. Ja, precies. Dus daar zit het kort bij natuurlijk. Ja. Het is heel makkelijk. Je weet hoe het werkt. Alleen het is natuurlijk absoluut niet goed, want je bent niet verzekerd. Het is niet slim. Nee, het was wel een andere tijd, want je bent 48. Dus, ja, was ik. Mijn zoon is nu 10. Ik moet er niet over nadenken dat hij straks met 2 jaar denkt, hey pa. Ja, nee, echt niet. Echt nee, niet. Dus doe het niet, want de boete was toen nog 40 gulden. Ik denk dat je nu 40 gulden en, let op, ik was 12 jaar oud, 2 jaar voorwaardelijk. Dus dat betekent dat ik 2 jaar niet in de auto mocht rijden. Ja, die is wel heel erg eigenlijk. Mijn vriendje. Dan mag je tot je 14e dus niet rijden, hè? Ja, als ik dat goed bedenk. Wat een onzin. Wat moet je dan? Ja, ik heb gelachen. Ik denk, het zal wel toen ik het hoorde bij de uitspraak. Dat was trouwens de eerste keer dat ik bij de rechter zweet onder mijn oksel zat. En een maatje van mij die was gepakt met de brommer. En dat vind ik het allermooiste, Frits Altenburg. En die had 30 gulden boete. Ja. En dus die zat op mij te wachten om naar buiten te komen. Want die denkt, die coronel die heeft de jackpot. En het enige wat hij zei, wat heb jij? Ik zei, nou 40 gulden en 2 jaar voorwaardelijk. En die draait zo zijn hoofd om. En die zegt tegen zijn vader, voor een tientje meer had ik ook een auto willen rijden. Hij liep zo kwaad weg. Yes! Ja, dat ja. Die vond ik goed. Zo kan je wel een mooi afwegen. Ja, dan heb je maar op een brommetje gereden. Ja, die was echt top. Ja, echt ja, echt ja. 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 Ja, klein boefje. Nu kan het niet meer. Dan heb je weer andere streken. Tom die gaat de vaat even lossen. Hij heeft er weer zin in. Niet te ver. Maar 1000 liter. Oh. Ja. Als je eraan trekt en je blijft gas geven, rolt hij gewoon door, hè? Laat hem net als je auto. We gaan hier in Apeldoorn zitten we. We gaan 4 tanken lossen van de oliehoren en we krijgen weer 4 lege mee terug. Lukt het? Hoog genoeg. Oh. Net niet. En nu? Nou ja, sleepdienst bellen of zo. Nou, onze helm op. Ziet er goed uit? Ja, nog niet zo goed uitgezien vandaag, hè? Kijk eens. Hoppatee. Super. Waar wil je het hebben? Ja, daar mochten ze. Stage gaat tot nu toe, op een paar puntjes na gaat het vrij goed hoor. Bak gelijk maar een paar broodjes. Kijk hem weer lachen. We waren natuurlijk aan het lossen met de laadklep. Dan zet ik hem gewoon gelijk, want daarna moet hij toch aftoppen naar beneden. Nu mag Tom ze op de laadklep zetten, want omdat hij vrij ver op het puntje van de laadklep is, wordt hij topzwaar. Dus dan gaat die klep een beetje doorhangen. Nu heb ik hem schuin omhoog gezet. Als Tom zometeen de IBC op de voorkant zet, blijft hij gewoon recht staan. Makkelijker voor het lossen en minder gevaarlijk dat hij met pompwagen en al naar beneden rijdt. Hallo! Yes, je flikt het om! Yes! Ah, dat doe ik vol en met volle doe ik het ook. Hoor. Nou, wij gaan als een kogel. We hebben even de drone in de lucht gegooid. Maar tijdens dat we de drone omhoog en naar beneden halen, hebben we de rolcontainer alvast gelost. Lukt het, Tom? Ja. Tom die gaat ook als de brandweer. Die is niet tegen te houden, hoor. Dus wij hebben samen even die rolcontainer afgestapeld, op een karretje naar binnen gereden. De deuren zijn bijna dicht. Bonnen komen eraan.
gaan we naar Laat en Ede. We zijn op het laatste adres aangekomen. Maar gisteravond wist ik al, ik kan een probleempje ergens verwachten. Want ik had te veel spullen voor in de motorwagen, wat met de klep gelost moest worden. Dus ik moest de keuze maken waar ik iets ging neerzetten. Toen dacht ik, als ik het nou met het laatste adres doe, kan ik het altijd nog van de motorwagen, of van de aanhangwagen in de motorwagen zetten. En dan kan ik hem met de klep lossen. Dat is dus het geval. Ze hebben geen heftruck, ze hebben geen reachtruck, ze hebben niks om mee te lossen. Dus ik heb geen klep op de aanhangwagen. Dus wat gaan we doen? Afstapelen, dat lijkt me ook een beetje. Ja, dat is nu een beetje te veel. Is het inderdaad een half pelletje? Kan je hem even afstapelen, wat Tom zegt? Maar dat is voor nu even te veel van het goede. Dus we doen de klep er even in. We rijden alles naar de motorwagen. En dan met de klep gewoon lossen. Helemaal schitterend. Het is wel geen knippie-knippie serie. Knippie-knippie. Hoppa! Ah, dit is even team, hè, of niet? Ja, hoor. Ja, toch? Ja, hoor. Eindelijk is hij leeg. We zijn klaar. Tom is helemaal naar de Bami. Ik zal even kijken of hij nog wakker is. Tom, ben je nog wakker? Je bedoelt wakker wilt worden. Mama mia. Hij wordt net weer wakker van de wolken talkie over. Oh, hij piept een beetje. Sorry, hij is wat te dichtbij. Wat een dag, man. Niet normaal. Hoe was het? Jullie draaien uren. Topdag. Ja. Ja. Volgende keer als ik meega, dan weet ik dat ik een halve dag plan. Want een halve dag is bij jullie al 10 uur. Ja, klopt, ja. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Met deze video, geen knippie-knippie, weer een keer met mijn eigen wagen, vond ik zelf persoonlijk wel heel leuk. En onwijs gaaf dat jij mee was, Tom. Bedankt daarvoor. Bedankt voor de gezelligheid. Yep. Wij gaan hem even afsluiten hier. Nog een mooi stukje terugrijden. Zie ik jullie bij de volgende knippie-knippie. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het hieronder. Blijf je op de hoogte. Druk je een belletje. Krijg je ook een melding. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd. Zie ik jullie. Ja, vergeet ook even niet te vertellen hoe leuk je de vlog vond. Want ja, dit wordt natuurlijk de beste van allemaal. Toch? Tom is natuurlijk ook een hardcore vlogger. En die weet precies wat hij wel en niet moet zeggen. Daar heeft hij gelijk in. Dus vind je het leuk? Ken je Tom? Laat het sowieso even weten. Ken je hem niet? En je vond het leuk ook? En dan zien we jullie bij de volgende knippie knippie. Doei!